Hallo allemaal en welkom bij de laatste aflevering van de Bucket Coding Tutorial serie van, serie 1. Zoals jullie net in de livestream hebben kunnen horen, gaan wij de volgende serie gaan we ons focussen op Minecraft development en web development samenvoegen. Dus ik ga jullie een beetje de basis uitleggen van het web development en verder in de serie gaan we het aan elkaar koppelen. Dus wat we vandaag nog gaan doen is, we gaan ervoor zorgen dat wij opslaan of iemand al een bepaald item heeft gekocht. Als dat zo is, dan kan hij hem niet nog een keer kopen. Dus dat het net iets meer advanced is. Daar gaan we eigenlijk gewoon gelijk mee beginnen. Dus wat je dan doet, je gaat naar de data folder en je maakt daar equipment aan. Dus je maakt een class aan, genaamd equipment. Hierin gaan wij een public static boolean, heeft equipment. En dan string naam. En player p. Wat we dan weer gaan doen, we gaan de file pakken van de player data. Dus file f is player data. .get player data file p. Dan doen we configuration is config is YAML configuration load configuration f. Dan doen we if config.get equipment. Plus naam. Is not nul. Dus als het niet nul is, dan zeggen we dat hij hem heeft. Dus return true. En anders returnen we false. Zo. Nou hebben we dus gemaakt dat hij checkt of hij de equipment al heeft. Nou moeten we nog maken dat we hem ook daadwerkelijk aan de config toe moeten voegen. Dus public static void. Geef equipment. Dan doen we string naam. Player p. Dan doen we if not heeft equipment naam p. Zo. Dan file f is player data. .get player data file p. Dan pakken we weer de config. En dan zeggen we config is. Ja, maar config. Load configuration f. Dan doen we config.set equipment. Punt plus naam. En dan true. Dan doen we try config.save. Oh, save. En dan f. Dan catch io exception. E. Dan e.print stack trace. Nou hebben we het ding gemaakt om het te laten opslaan, etcetera. Dus wat we nou eigenlijk gaan doen, is we gaan naar het inventory event dat we gisteren aan hebben gemaakt. Dus deze. En wat we hierin gaan doen, is we gaan hierin toevoegen dat, dat we eerst checken of die het item nog niet heeft gekocht. Dus we doen if equipment. Punt heeft equipment. Dus als die hem niet heeft, maken we er dan van. Dan zeggen we grass. En dan zeggen we de player is p. Dus als hij hem nog niet heeft, dan gaat hij weer verder met het afrekenen. Dan doen we else p.sendMessage chatcaller.read. Je hebt dit item al. Nou, als je dat dus hebt gedaan, dan moeten we er ook voor zorgen dat zodra je hem hebt gekocht, dus hier, dat er equipment.geveEquipment grass p komt te staan. Wat je eigenlijk dan moet doen, is dit bij elk ding toevoegen. Dus hier voegen we hem weer toe. Dus maken we hier dirt van. Dirt. Dan zeggen we hier else. En dan dit berichtje weer. Dan zorgen we ervoor dat we weer deze kopiëren. En dat we die hier plakken. Dat we hier weer dirt van maken. En dan moeten we precies hetzelfde hieronder doen bij de stone. Dus stone. Dan doe je dit zo weer. Dan doen we else. p.sendMessage chatcaller.read plus je hebt dit item al en dan pakken wij hier weer equipment.geveEquipment stone p. Nou heb je dit deel eigenlijk helemaal klaar en dan zijn we eigenlijk al klaar om het te gaan testen. Dus daar gaan we. We drukken op de run button, dan zul je zien dat die gaat runnen. Dan
zul je zien dat als we even wachten, dat die zo weer aangeeft dat de build complete is. En ja, daar hebben we hem. Build succes. Dan gaan we weer naar de target map. Pakken we de plugin weer. Slepen we hem zo je server in. En dan gaan we terug naar Minecraft natuurlijk. Als die weer meewerkt. Ja, kijk, daar zijn we. En dan eenmaal in je Minecraft aangekomen, dan gaan wij de plugin reloaden. En dan zul je zien dat als we nou slash shop doen en we drukken één keer op gras, dat we een grasblok kopen. En daarna, je hebt dit item al. Dus je ziet dat hij nou eigenlijk gelijk registreert dat hij het item al heeft. Dat betekent dat als we stone kopen, dat dat ook maar één keer kan. Dirt kan ook maar één keer. Dus ja, zo kun je eigenlijk checken of iemand al wat heeft en het eigenlijk zo opslaan. Nou zou je natuurlijk ook die data nog een keer uit kunnen lezen. Om gewoon het hele item uit het menu te kunnen halen. Dat is ook altijd de mogelijkheid. Maar daar kun je eigenlijk een beetje zelf mee experimenteren. Ja, wat jij het beste vindt of hoe jij het liefste ziet. Dus ja, ik wil je heel erg bedanken voor de support van het afgelopen jaar op mijn coding tutorials. En ja, volgend jaar wordt misschien wel nog toffer. En ja, voor de rest wil ik jullie alleen nog een heel prettig nieuw jaar wensen. En een fijne jaarwisseling. En dan zie ik jullie weer volgend jaar. Dus tot de volgende video. Later.